Bent u het al zat? Ja, ik denk wel dat we het dat ik niet alleen zelf zat ben, maar dat ook wel de samenleving het zat is. En dat merk je ook wel in het ziekenhuis. En toch moeten we nog niet opgeven. In het ziekenhuis liggen nog volop coronapatiënten. Dat zijn er zo ongeveer tussen de 25 en 30 elke dag in de kliniek. En het zijn er op die C7, dat is toch bijna de helft van de intensive care. Dus het is nog steeds behoorlijk druk. Het is ietsje minder druk dan een week en twee weken geleden. Ja, want hebben we dan ook nu de piek bereikt? Aan de ene kant zou je denken dat we de piek bereikt hebben. Er zijn nog wel voorspellingen dat het drukker kan worden. En dat zie je natuurlijk ook, dat lees je af aan de besmettingen in het land en ook in onze regio. Nog even afwachten dus. Donderdag zijn de eerste boosterprikken aan 80-plussers gegeven. Vanaf volgende week woensdag krijgt het ziekenhuis de vaccins voor haar zorgpersoneel. Wij gaan ambulancepersoneel, huisartsen en al het ziekenhuispersoneel een prik geven. We hebben een prikteam en die zijn eigenlijk heel erg enthousiast om te gaan prikken. Dus die zijn al helemaal opgelijnd en vanaf volgende week woensdag gaan we dus meer dan 4000 mensen een prik geven. Toch heeft het ziekenhuis het momenteel lastig met het zieke zorgpersoneel. Er zijn heel veel collega's, 60 hè, op dit moment zijn er thuis met een COVID-besmetting, COVID-positief. Die zijn niet allemaal heel erg ziek, gelukkig. Maar die kunnen we niet inzetten in de patiëntenzorg. 60 zijn er nogal wat. Daarnaast is er ook personeel ziek zonder COVID. Op dit moment hebben we 1 op de 8 verpleegkundigen thuis zitten. Dus het ziekteverzuim is heel hoog. We kunnen met de bedden, het aantal bedden altijd een heel klein beetje schuiven van hoeveel bedden kunnen we open doen, wat is verantwoord. Hè? Dus zo doen we dat ook wel. Maar de druk op het andere personeel is er natuurlijk een stuk groter. Vanwege die zorgdruk riep het ziekenhuis vorige week op om een eerlijkere verdeling van de COVID-patiënten onder de andere ziekenhuizen. Ondertussen is daar al verbetering in te zien. We zitten nu op ons eerlijke aandeel, dus op ons fair share principe. Dus wij zitten nu op het juiste aandeel. Dus het is wat beter voor ons op dit moment in de regio verdeeld. Vanaf vorige week zijn ook de coronamaatregelen weer ingevoerd. Van der Meer hoopt dat de maatregelen snel effect zullen hebben. Al zouden de maatregelen wel strenger kunnen. Ja, de korte klap, hè, zoals wel door mensen van het OMT gezegd werd, dat is dit niet, denk ik. Want het is een milde lockdown. Als je echt een korte klap wil maken, zou je natuurlijk nog wel verregaandere maatregelen moeten nemen. Maar daar ga ik niet over. Ik ben ziekenhuisdirecteur. Voor het ziekenhuis, in het ziekenhuis zijn de maatregelen prima.